eigenlijk. Zo, so, ja? Goedemorgen. Wij gaan lekker naar Colombia. Nou, goedemorgen. Wij zijn helemaal ready om te gaan vliegen. We zijn helemaal ingecheckt en alles. We hadden Sky Priorities, we waren er in een kwartiertje doorheen. En nu gaan we even op zoek naar de Schiphol Lounge, de KLM Lounge. Wat heb je voor lekkers meegenomen? Twee mimosa's. Nom nom nom. Een hele goede morgen. Wij zitten nu in de KLM Lounge. Zitten we lekker een drankje te doen. En we gaan zo meteen onderweg naar Bogota. Het is alleen een beetje spannend door het weer. Er zijn heel veel vertraagde en geannuleerde vluchten. Voorlopig gaan we nog. Dus laten we dat hopen. Proost. Ook kregen we, omdat we in de business class zitten, een amenity kit. Gaan even kijken wat erin zit. Nou, als eerste een oogmasker. Super fijn als je natuurlijk lekker wil slapen. En twee oordoppen. Ook hebben we een lekkere lipbalsem. Vindt Mau heel fijn. Het volgende wat ik te pakken heb is een handcreme tegen de droge handjes. En lekker tandpasta. En natuurlijk een tandenborstel. Eentje van bamboe. Goed voor het milieu. En een pen. En als laatste deze heerlijke sokken. Ik heb nummer 101. Ik heb nummer 9. Ga ze sparen. Zo, heren en dames. Fijn dat jullie weer kijken. Wij zijn na een fantastisch relaxte vlucht met heerlijk eten, alles stoppen en aan was fantastisch, geland in Bogota. Maar door de storm Poli in Nederland werd al ons wel verteld dat een aantal tassen niet mee waren genomen. Wat blijkt nou, alle tassen zijn niet meegenomen. Dus wij hebben geen kleren, geen spullen, niks. En dat is eigenlijk wel heel erg zuur. Nou, toen moesten we anticonceptie regelen voor de jonge dame, want dat had ze natuurlijk anders niet. Nou, dat is allemaal niet fijn.
Aangezien we nauwelijks Spaans spreken, dan anticonceptie uitleggen is best pittig. Dus dat hebben we geregeld. Toen moesten we een taxi zoeken, de Uber konden we niet vinden. Uiteindelijk zijn we in ons prachtige hostel terechtgekomen. Roomtoertje volgt nog. Dus ja, we zijn afgepeigerd, maar voldaan. Klein pilsje om de dag af te sluiten. Ciao. Een hele goede morgen. We hebben lekker geslapen in ons hostel, Granada Hostel. En ik ga even een roomtour doen. We beginnen even met de super leuke hangtouwen die er hier zijn. Je kan je hier zien. En dan onze kamer, nummertje 207. Dan kom je binnen. Dan hebben wij een bed. We hebben Mauro. Hier hebben wij onze kleding. En we hebben nog een kastje met wat spulletjes. Hier is ons hele mooie Delfsblauw huisje. Hier kijken we naar buiten. En dan hier onze badkamer. Welkom. We zijn in Colombia, Bogota, onderweg. Dag nummer 1. Yes, wat gaan we doen? Onderbroeken kopen. Yes. En sokken. En misschien nog het een en ander extra. Want onze bagage is nog kwijt. Zoals jullie kunnen zien, is Bogota niet plat. En dus, Bogota ligt op 2600 meter hoogte. Dus het is zwaar. We zijn 5 meter onderweg. Dag. Nou, we zijn weer terug in ons hostel. En we zijn even wezen shoppen. We hebben wat dingetjes gekocht. Ik ga het even laten zien. We hebben hier 2 keer een deo. Want op zich is dat wel lekker. Een vrouwendeo, mannendeo. Als je met je deo kan spuiten. En dat zit ook nog in onze tas. In, ik weet niet waar onze tas is. Een shampoo en een conditioner. Dat hebben we ook niet. Dan zijn we naar de Adidas winkel geweest. Voor even wat nieuwe kleding. Want we lopen nu al 3 dagen in dezelfde kleding. We hebben allebei een paar sokken. Ik heb een heel mooi Colombia shirtje gekocht. Heel tof. En ik heb ook nog een kort broekje gekocht. Nou, dan heeft Mauro ook een Colombia shirtje gekocht. En ook een broek van Colombia. En dan zijn we als laatste nog naar Calvin Klein geweest. Want op zich is gewoon een onderbroek is ook wel fijn. Dus Mauro heeft 3 onderbroeken. Ik heb 3 onderbroeken. En een schone BH. We gaan het allemaal indienen bij KLM. En ja, we hopen dat we het allemaal terugkrijgen. No jokes, eh? No jokes, no. Are you serious? Yeah.
Look how irregular they are, dark. Yeah, these are lousy. If you want to taste them, they taste burnt. You don't taste them at all. They're overall sticky. Waar zijn we? Koffie rooster. En we houden van koffie. Fuck! Een hele goede morgen. Yes, goedemorgen. Het is nu 7:15? 7:30. Oh, 7:30. En we zijn lekker vroeg wakker. En we gaan nu naar de Telefico Monserrate. Want dan kunnen we naar een uitkijkpunt. We hebben nog steeds geen bagage. Die man keek ons echt heel raar aan. We hebben nog steeds geen update van de bagage en we gaan vanavond weg. Dus we hebben geen bagage voor de komende, denk 4 dagen. Dus gaan we kleren kopen. Ja, kleren kopen, borstel, rugtas. En toch een beetje proberen te genieten alsnog. Yes, kom goed. Zo, nou, wij dachten met de kabelbaan te gaan, niet dus. We hebben kaartjes gekocht voor een treintje. En ja, daar zitten we nu in. Wacht tot we weggaan. Yes. Ik denk dat het stof is geweest, dus gaan we naar de treintje naar boven. 100 meter gelopen, compleet bij het halen. We zijn boven op de Montserrat, 3200 meter hoog. En achter ons ligt dan de stad van Bogota. En in Bogota wonen ongeveer 9 miljoen mensen, maar ze weten het niet precies vanwege sloppenwijken en andere ja, regels en dingetjes waarom ze dat niet weten. De Montserrat waar we op zijn is het ene hoogste punt van Bogota. Daar zo is nog een hoger punt, het ligt nog 100 meter hoger. Maar dat was een flinke klim en nou, daar zijn we niet voor. Voor uitgerust. Verder een ander leuk feitje van de Montserrat is dat het heel erg bekend is onder de pelgrims. En om hun geloof te laten zien doen de pelgrims deze hele klim beklimmen op hun knieën of op hun blote voeten. Om dus te laten zien dat ze erg gelovig zijn. Onze eerste empanada is lekker. Met kip en rijst. Mijn deeg is zo lekker. Het is niet degelijk? Nee. Anouk vond iets nogal duur, dus toen wilde ze het graag uitleggen hoe ze dat dan in het Spaans ging zeggen. Mucho costa, claro todo empanada. Ja. Hallootjes. Hallo. Wij zijn weer terug van het winkelcentrum. Want we hebben even nog wat dingetjes gekocht. Een rugtas, een handdoek, wat kleding. En toen kwamen we terug in het hostel. En toen was er een andere Nederlandse jongen. En die had zijn tas. Dus hartstikke fijn voor hem.
En toen gingen wij onze tas even uit het ruim daar pakken. En wat zag jij toen? Ja, ik zag ineens een gele banaan liggen. De grootte van een... een backpack. Van een kind. En toen dacht ik, hé, dat lijkt verdomd veel op die van mij. Dus, wij hebben onze tasjes terug. Vanavond gaan we met de nachtbus gaan we door naar de Tatacau Desert. Gaan we met de bus naar Nijva en dan moeten we door. En met al onze spulletjes. Nou, wij zitten in de nachtbus. Mauro ligt al een beetje te slapen. 6 uurtjes en dan zijn we als het goed is in Nijva.